Oké, ik sta dus hier samen met Luna. Morgen. Hey, Bochester, welkom bij een nieuwe vlog hier op mijn kanaal. Vandaag is vrijdag en is het NL Doet. Wat dat inhoudt is dat ik met mijn school vrijwilligerswerk echt ga doen. Dus dat gaan jullie vandaag eens zien. Wat ik moet doen is, ik moet iets op mijn manege doen voor gehandicapte kinderen of met gehandicapte kinderen. Maar dat gaan we natuurlijk wel zien. Ik ga me nu even aankleden, ik moet ook een half uurtje naar school toe. En ik heb heerlijk in bed gelegen. Dus ik ga me even aankleden. Luna heeft jeugdherinneringen. Van een paard. Ja, ik heb hier 4 jaar gezeten, ja. Oh mijn god. Okay, we zijn dus nu op de manege. We moeten even wachten op Malou en Jolie. En zij is weer aan het fikken met haar paard. Nee, dat is gewoon mijn babypaard. Echt waar? Ja. Abeltje. Hoi, Abel. Ja, hij is echt leuk. Ik zweer. Abel, wat is hij aan het doen? Nou, hij eet. Maar ik kan niet zien. Ah. Oké, ik sta dus hier samen met Luna. Morgen. En daar komt Jolie aanlopen. En hallo Malou. Zo, we moeten hier eventjes. Hè? Jawel, dat ga ik wel doen. Nee. Kijk, Malou is mooi de stellen aan het schoonmaken. Hoe gaat het met jou, Malou? Stellen. Hoe heet dit dan? De zadel. Op de zadel zit het dus met je dikke kut op. Nee, kijk. We zijn dus eventjes de zadels en de hoofd zijn aan het invetten met dit kwastje. Deze ga ik potten hier, kijk. En we hebben daar allemaal van die mensen op gezeten en zo. Okay. Even invetten. Dat gaat niet goed, Luna. Jawel, ik ben goed. Oké. Okay, daar goes Luna. Lego. Hoe ga je ponnetjes maken? Dat zeg jij. Ga dan maar gewoon op de zadel in. Dit is het laatste. Ja. Nee, wel. En deze? En zet je erop aan deze? Ja, jong. Doe je dat zo? Ja, niet zo dicht bij mijn hoofd. Ik wil je wel. Nee. Je moet toch een beetje nee, dicht. Niet. Schiet. Oh. Jij bent toch bezig? Schiet. Oh, ik heb geen zin om hier heel lang te blijven. Ja, Beke moet je er zo heel blijven, 2 uur of zo. Ja, jong. Oké. Okay. Doei. Nee, hou zo. Luna wordt weer eens opgeronden van de paarden. Kijk, hij flink wel gewoon. Wat is dat? Ja, gaat hij een duckface doen. Hij mag je gewoon niet, Luna. Hey. Hij mag je gewoon niet. Ik maak gewoon vrienden met paarden. Hallo. Hoi. Hallo. Hallo, meneer de L. Hij rijdt ons naartoe. Hallo. Hey. Hey, boy. Luna, jongens, laat Luna niet vloggen. Laat Luna niet vloggen. Dat moet je niet laten doen. Waarom moet je mij alleen maar vloggen? Nou, omdat mensen jou lekker vinden. Jongens, hier wordt opgewonden, ga fappen. Hallo. Kijk, gaan spelen. 1, 2. Ja, 1, 2. Ga spelen dan. Ja. Ah. Zo, ik ben klaar met mijn schooldag. Ik ben nu onderweg naar huis aan het fietsen. Ik zal jullie daar even uitleggen waarom ik niet heb gevlogd bij de gehandicapte kinderen. Dat komt gewoon. Ik vind dat het niet echt gepast is. Maar ik zou het dadelijk even uitleggen als er thuis geen wind staat, oké? Okay, ik zou dus eventjes vertellen waarom ik dus niet daar zo heb gevlogd. Want persoonlijk, ik vind dus als je bij die mensen bezig bent, dat het niet echt gepast is. Als je bijvoorbeeld gaat vloggen terwijl zo iemand zwaar gehandicapt is. En deze mensen die dus daar waren dus ook echt zwaar gehandicapt. Waren ook af en toe wat minder gehandicapten. Maar bijvoorbeeld mensen die echt heel erg autisme hadden en niet konden praten en alles. Die mensen waren er dus, die moesten wij ook helpen en die wou ik dus niet vloggen. Want ja, dat is zielig, vind ik. Dus dat heb ik niet gedaan, sorry daarvoor. Maar ik hoop dat jullie het kunnen respecteren. Ik heb in ieder geval mijn best vandaag gedaan. Ik ga nu gamen, dus let's go. Ik heb natuurlijk 2 video's per dag, daarom moet ik nu eventjes een thumbnailtje maken, zoals je ziet. Er staat nu nog niks open, want ik ga dan nu beginnen. Dus ik ga nu eventjes die thumbnail maken voor de Black Ops 3 video die online is gekomen 2 dagen geleden als je deze vlog kijkt. Namelijk de XR2 video. Alright, de thumbnail is klaar. De video is op dit moment aan het uploaden. De video zullen jullie waarschijnlijk wel al gezien hebben. Zo niet. Dit is de thumbnail. Heel mooi gemaakt natuurlijk. Mijn Photoshop skills. Ik vind hem niet heel erg mooi zo. Ik heb wel eens mooiere thumbnails gemaakt. Maar hij moet binnen 3 uur nu online staan. Dus ik heb dit even snel in elkaar geflanst. Ik ga nu zoals je hier ziet. Call of Duty Black Ops 3. Zelf spelen, dus hopelijk halen we eventjes een nucleertje, want die heb ik al 3 dagen niet gehaald. Dus wordt wel weer tijd dat ik er weer eentje ga halen. Oké, ik heb dus net avond gegeten, maar ik heb nog 2 stukjes pizza over. Heerlijke salami pizza van de Domino's. Ik ga natuurlijk nu eventjes Black Ops 3 spelen. Proberen 450 level 450 te halen. Dit weekend gaat denk ik wel lukken, maar ik moet even doorspelen. Morgen naar de stad. Ja, jullie gaan het wel zien. Oké, ik ga dus nu met
Met Tom, kijk eens aan. Gaan we headball doen. Ja, dan gaan we dit weekend misschien een video van opnemen, ligt eraan. Het is wel lachen, want ja, wat is headball? Het is eigenlijk dat je één poppetje bent met één voet en een hoofd. En je moet eigenlijk gewoon bij elkaar scoren, dus dat is best lachen natuurlijk. Kut, net niet op camera. Maar ik ga nu even met Tom dan spelen. Tom zat de hele tijd gekke bekken te trekken. Dus ja, let's do this. Zo. Alright, ik ga op dit moment eventjes douchen. Daarna ga ik nog eventjes Call of Duty Black Ops 3 doen waarschijnlijk. En dan deze vlog editen, want daar zo ben ik nog aan het skypen met Tom. En ja, ik heb hier nog steeds één stukje pizza over, zoals je ziet. Dus die kan ik ook nog opeten als ik straks honger heb natuurlijk. Het is op dit moment wel donker buiten, maar ja, I don't give a fuck. Ik ga straks de hond daar laten en daarna de vlog editen, maar nu eerst douchen. Ik heb eerlijk gedoucht, ik ga hier bij de vlog afsluiten. Thanks for watching, laat je blauw duimpje omhoog achter. Hopelijk zie ik morgen weer om 3 uur en om 7 uur. En tot morgen. Doei.